60. En vandaag werd bekend dat meneer Voorhoeven, Joris Voorhoeven, welkom, dat u overstapt naar D66, althans lid bent geworden van die partij. En u blijft lid van de VVD. Waarom na 35 jaar lidmaatschap, trouw lidmaatschap van die partij, de VVD, deze overstap? Ik ben vorig jaar lid geworden van D66 en lid gebleven van de VVD, omdat ik vind dat D66 een beter standpunt heeft over internationale samenwerking. Zowel in de ontwikkelingshulp als in de Europese samenwerking. Maar vooral de ontwikkelingssamenwerking gaf voor mij de doorslag. Want wat is daar het verschil kenmerkend tussen de VVD en D66? De VVD wil natuurlijk, dat is bekend, heel veel bezuinigen op de VVD wil de ontwikkelingssamenwerking halveren in een tijd waarin de ontwikkelingssamenwerking harder nodig is dan ooit. 2,2 miljard euro moet eraf volgens de VVD. Maar juist door de economische crisis is het aantal absoluut armen in de wereld enorm toegenomen. Bovendien is het bekend dat het opvangen van het broeikaseffect heel veel geld gaat kosten. En het hardste juist de armste landen zal treffen. Dus de inspanning die wij vanuit Nederland leveren op beide terreinen moet omhoog en niet worden gehalveerd. En als we kijken naar het leiderschap, wat bevalt u aan Pechtold dat u deze stap gezet heeft? Hij is veel opener voor internationale samenwerking en bovendien pakt hij ook Wilders beter aan. En waarom is dat zo belangrijk voor u? Omdat dat een verkeerde stroming in de Nederlandse politiek is, die zich sterk opstelt tegen een belangrijke groep Nederlanders. We hebben meer dan 800.000 mensen die van het islamitisch geloof zijn. En die moet je niet dag in dag uit beledigen. Dat splijt de samenleving. Pechtold valt Wilders keihard daarop aan. Sommigen zeggen dat bepaalt ook zijn winst op dit moment. Rutte hoor je daar niet over. Dat bevalt u niet, dat Rutte van de VVD dat niet doet? VVD en D66 zijn liberale partijen. Dat betekent dat je grondslag is rechten van de mens. Vrijheid en een goed werkende rechtsstaat. Dan moet je dus voor de rechten van de mens, vooral de basisrechten, opkomen in binnenland en in buitenland. En dat geldt dus zowel voor de problematiek van minderheden in Nederland als de problematiek van mensen in landen waar de basisrechten niet zijn gegeven. En u vindt dat Rutte van de VVD dat te weinig doet? Ik vind dat D66 zich daar sterker voor maakt. U wilt niet naar Rutte toe, maar u staat nu met twee benen in twee partijen. Wat is dat? U bent een gespleten ziel. Waar ligt uw loyaliteit nu? Die ligt bij het liberalisme. Ja, dat zal mooi zijn, maar Rutte zal niet enthousiast gereageerd hebben op uw vertrek, althans op uw tweede lidmaatschap. Dat vindt hij natuurlijk niet leuk, maar ik heb erop gewezen. Hoe reageerde hij daarop, op dat bericht? Laat ik eerst zeggen hoe ik het hem heb uitgelegd. Liberale partijen werken samen in het Europese parlement. Er is één Europees liberaal verkiezingsprogramma. Dat onderschrijft de VVD en D66. Ja, in dat parlement werkt men ook goed samen. Als dat daar kan, moet dat ook in mijn hoofd en hart kunnen. Maar wacht even, kijk, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dat weet u ook begin maart. Het signaal dat u nu geeft is een zeer duidelijk kritisch signaal tegen de partij waar u lang bij bent geweest. En volgens Alexander Pechtold, we hebben dat gevraagd aan zijn woordvoerder, zijn er meer mensen zoals u van de VVD die nu de overstap maken naar D66, kent u ze? Die closet, die mensen die in de kas zitten van de VVD die overstappen? Ik ken ze niet. Ik ben dus niet overgestapt. Ik wil beide liberale stromingen steunen. Ja. Ik ben in juni van het vorige jaar, heb ik mij al aangemeld bij D66 als ene J voor Hoeven te Den Haag. Het is nu naar buiten gekomen omdat ik op een D66 bijeenkomst over ontwikkelingssamenwerking het woord voerde. Ja. Laten we even kijken. We vroegen vandaag aan Rutte van de VVD wat hij vindt van uw overstap. Kijk even mee. Als je natuurlijk voor een partij actief in de Kamer of in een kabinet, dan zul je echt wel een keuze moeten gaan maken. Maar hij is nu lid van twee partijen. Dat kan juridisch gewoon. Dat is dus u zegt, als hij nog politiek actief wil worden in een publieke functie, dan moet hij echt kiezen voor D66 of de VVD. Dan ligt dat voor de hand, hè? Want dan is het toch gek als je natuurlijk dan van twee partijen lid bent. Dan willen mensen ook precies weten, is het hom of kuit? Ja. Hij is nu niet politiek actief, dus nu kan het. En nogmaals, dat is vooral iets waar hij zelf uit moet zien te komen. Meneer Voorhoeven, is dat uw plan? Wilt u politiek actief worden binnen D66? Niet in een gekozen politiek vertegenwoordigende functie. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van het programma. En als het kan ook in de VVD, omdat mij die ruimhartige ontwikkelingssamenwerking aan het hart gaat. Ja, maar ja, als ik u nu voor de keuze stel, en ik weet dat u hem niet gemaakt heeft, maar u gaat stemmen,
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op wie gaat u stemmen? Je kunt maar op één partij tegelijk stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen laat ik mijn keuze afhangen van het programma in mijn stad, Den Haag. Die vergelijking moet ik nog maken. Voor de Tweede Kamerverkiezingen geldt dat ik verwacht op D66 te stemmen volgend jaar, omdat ik het standpunt over internationale samenwerking veel positiever vind. Maar daarmee zegt u toch eigenlijk effectief tot ziens VVD. Ik voel me niet meer thuis bij jullie. Ik ben bij Alexander Pechtold, voortaan lid van de club. Ik hoop dat de liberalen nog eens goed gaan samenwerken. Ja, maar dat is op dit moment kiest u dus eigenlijk voor D66. Ik zet me voor beide partijen in. Ja. Goed, dank u wel voor uw uitleg.